Minister Irene Laudji is advocaat in de zaak van gewezen minister Gilmar Hoefdraad. Over deze zaak spraken wij met Laudji, die er vanwege de confidentialiteit die er bestaat tussen haar en haar cliënt niet veel informatie wilde prijsgeven. We voeren nu naar het vraaggesprek met een van de advocaten van Hoefdraad, meester Irene Laudji. Hoe moeten we aankijken tegen een zaak dat zo geladen is? Ik zal er geen andere woorden aan toevoegen, meester Laudji, maar een zaak dat zo geladen is. Ja. Geladen, ik weet niet. Andere zaak? Laat ik dit zo zeggen. U noemt het woord geladen, maar het is voor mij gewoon een zaak zoals elke andere zaak. Ik weet niet of we het begrip geladen moeten gebruiken. We leven in een democratie. We zijn er trots op dat we leven in een rechtsstaat. Daar ben ik trots op. Wat is de essentie van het leven in een rechtsstaat? Essentie van het leven in een rechtsstaat is dat wetten die in de rechtsstaat gelden, dat die waarborgen zijn voor jou als burger. Ongeacht welke burger je bent, welke functie jij bekleedt. Daar gaat het om. Als je er trots op wil zijn dat Suriname een rechtsstaat is, waarin normen, waarden gelden en bovenal waar er wettelijke waarborgen voor jou zijn en je bent er trots op dat we een grondwet hebben waarin die waarborgen voor jou vastgelegd zijn, dan zeg ik, dan moet je deze zaak ook zo bekijken. Laat ik u nader uitleggen. Als je kijkt naar de grondwet zet in artikel 10 dat als een burger en een politieke ambtsdrager is ook een burger van de Republiek Suriname. Meneer Hoefdraad in dit geval is ook een burger van de Republiek Suriname. Artikel 10 van de grondwet zegt bij aantasting van jouw rechten en vrijheden heb je het recht om jouw zaak te bepleiten bij je onafhankelijke rechter. Als meneer Hoefdraad gebruik maakt van hetgeen dat in de grondwet is vastgelegd, moeten wij hem dat kwalijk nemen? Want daar gaat het in dit geval om. Daar gaat het om. In deze zaak, het is een kort geding dat is ingesteld. En een kort geding is een civiele zaak. Het is geen strafzaak. Er is een civiele zaak ingesteld door mij als persoon, tezamen met twee collega's van mij, dat is meneer Dubbo en meneer Truideman. Dat zijn dus de drie advocaten die het kortgeding hebben ingesteld bij de civiele rechter, bij de kortgedingrechter. Waarom is dit kortgeding ingesteld? Laat ik u zeggen, de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers is een wet die zegt dat alvorens je een ambtsdrager in staat van beschuldiging wil zeggen, dus voordat het Openbaar Ministerie een handeling kan doen, dat de DNA eerst de politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging moet stellen. En nu ga ik niet in op de inhoud van het verzoekschrift, want dat ga ik niet doen. Een zaak is aanhangig gemaakt bij de rechter. We hebben rechtsingang verkregen. Rechtsingang betekent de zaak zal een aanvang nemen, 27 augustus. Dus de zaak op zich ga ik nu bespreken. Wat ik u wel wil uitleggen is waar het in casu om gaat. Omdat het in de media ook besproken is waar deze case om gaat. De essentie in deze zaak is dat de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers, de wet van het jaar 2001, die wet zegt dat als het Openbaar Ministerie een verzoek indient bij de Nationale Assemblée, dan zegt artikel 8, laten we beginnen bij artikel 7 van de wet. Artikel 7 van de wet zegt, DNA mag onmiddellijk beslissen, dan wel zeggen er is nader onderzoek nodig.
Houdt u deze twee woorden vast? Onmiddellijk beslissen, dan wel zeggen nader onderzoek, artikel 7. Als je artikel 8 van deze wet nagaat, dan zegt artikel 8, als DNA de zaak nader wil onderzoeken, dan wordt er ingesteld een commissie van onderzoek. Dat zegt artikel 8, lid 1. Als je artikel 8 verder leest, dan staat er dat de commissie van onderzoek dan de ambtsdrager per deurwaarder exploot moet doen oproepen ten einde gehoord te worden. Let u op het woord gehoord te worden. Artikel 8 zegt, indien zo'n commissie van onderzoek niet genoemd is of niet benoemd is, dan wordt er een commissie ingesteld die met het horen van de politieke ambtsdrager belast is. Dus je kunt in artikel 8 twee soorten commissies hebben. Een commissie van nader onderzoek, dan wel een commissie die belast wordt met het horen. Waarom is dit zo expliciet geregeld in artikel 8? Omdat het hoorbeginsel een essentieel beginsel is. Laat ik u wat voorbeelden noemen. Als een ambtenaar die ontslag heeft gehad, niet in de gelegenheid is geweest, voorafgaand aan zijn ontslag, om gehoord te worden en zich te kunnen verweren, dan wordt zo'n ontslag nietig verklaard. Dat is bij het ambtenarengerecht. Heb je een strafzaak en heb je als rechter de verdachte het laatste woord niet gegeven, dus hem uiteindelijk niet gehoord als laatste, wordt zo'n strafvonnis nietig verklaard. In het gerecht, in het recht, op elk rechtsgebied is het hoorbeginsel een essentieel beginsel. En deze wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers heeft het in artikel 8 expliciet genoemd. Niet in één zin, in verschillende zinnen. Het is een kwestie van lezen van artikel 8. En als het hoorbeginsel niet in acht is genomen, dat betekent het dat het besluit van DNA dat daaruit is voortgevloeid een nietig besluit is. Nogmaals, in het ambtenaargerecht heb ik het voorbeeld gegeven. Ontslag aan de ambtenaar, heeft zich niet kunnen verweren, is nooit opgeroepen om gehoord te worden, dan zal de rechter zo'n ontslag nietig verklaren. In dit geval noemt de wet in staat van beschuldigingstelling expliciet het horen van de ambtsdrager op een verzoek van het Openbaar Ministerie. En zoals we weten uit de media, is meneer Hoefdraad niet gehoord op het verzoek. Dat is kenbaar gemaakt in de media door parlementsleden, dan wel andere personen. We hebben dat uit de media kunnen horen. En dat is dus de essentie van het kort geding, dat meneer Hoefdraad zegt, ik ben niet gehoord geworden, mijn recht is geschonden. Het besluit dat tot stand is gekomen in DNA is dus een nietig besluit. En ik vraag aan de kortgedingrechter, kunt u dit besluit opschorten? Dat is in een nutshell, nogmaals in een nutshell, de vordering van meneer Hoefdraad. Het is een civiele vordering en de behandeling begint dus 27 augustus. Meneer Laalji, u geeft aan dat hoorbeginsel in deze dus niet is toegepast. Ik hoop dat ik de juiste juridische termen gebruik. Maar men kan hierin ook aangeven dat de persoon, want dat werd gezegd, niet te vinden was. Wat zegt u hierop? Ik ga u nogmaals terugverwijzen naar die wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. En dat is het mooie van het leven in een rechtsstaat. Omdat je wetten hebt waarin dit soort dingen allemaal geregeld zijn. De wet heeft voorgeschreven dat je de oproep kunt doen per deurwaardersexploot. Volgens de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering met de achtneming van de termijn van 14 dagen. Dat staat in artikel 8.
Burgerlijke rechtsvordering, dat is een van onze wetboeken waarin geschreven is hoe de oproep van bepaalde gedingstukken moet geschieden. Je stelt de stukken in handen van de deurwaarder. In dit geval zou de DNA dan de stukken in handen van de deurwaarder moeten hebben gesteld voor het oproep, voor het horen op een bepaalde dag, uur en plaats. De deurwaarder zou dan op het woonadres moeten betekenen en dat gebeurt in alle gedingen op die wijze. Als je iemand als de deurwaarder iemand niet aantreft op een bepaald woonadres, dan wordt de oproep gedaan bij het openbaar, eigenlijk niet het openbaar ministerie, bij de procureur-generaal. Dat hebben we elke dag in alle civiele zaken. Als wij gedaagde personen die opgeroepen moeten worden niet op hun woonadres kunnen bereiken, dan wordt de oproep aan de PG gedaan. Daarom zeg ik vaak aan mensen in civiele zaken, als de deurwaarder bij je komt en je accepteert de oproep niet, nou mensen, dan moet je weten dat er een zaak tegen je voor zal gaan. Dus, want de deurwaarder zal gewoon via de PG betekenen. Dat is gewoon de normale wijze zoals dat staat in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Dus hetgeen dat gezegd wordt van meneer Hoefdraad was niet te vinden. Als u ons verzoekschrift leest, dan zult u daarin ook een woonadres van meneer Hoefdraad vinden. Welke rechter buigt zich over deze zaak? Als ik de beschikking even goed heb doorgenomen, dan is dat rechter Sjeu. Ja.